Sneeuwklokjes. Het eerste bloeiertje van het seizoen. Als je het sneeuwklokje ziet bloeien, weet je één ding. Het is lente. Nou, sneeuwklokjes die vermeerderen zich. Je krijgt er dus ieder jaar steeds meer bij. Het zijn eigenlijk net konijnen. In ieder geval, geef ze dus wat de ruimte, zodat ze zich mooi kunnen ontwikkelen. En dan kan je elk voorjaar van steeds meer sneeuwklokjes gaan genieten. Nou, ze worden ongeveer 25 centimeter hoog. En er zijn twee belangrijke soorten. Je hebt de Galanthus helvetici en de Galanthus nivalis. En die kun je eigenlijk in elke winkel of webshop wel krijgen. Nu noemde ik net even stel twee soorten. Maar geloof het of niet, er zijn maar liefst 75 soorten verschillende sneeuwklokjes. Nou, je plant ze ook weer ongeveer 3 keer zo diep als dat het bolletje hoog is. Nou, dat valt natuurlijk wel mee. En ze houden van zon of half schaduw. Natuurlijk weer even als je geplant hebt wat aandrukken en wat water geven. En dan is het één groot feestje in het voorjaar. Je plant ze tot aan november, dus niet veel later. En wil je hier nou nog meer informatie over, en niet alleen over sneeuwklokjes, maar ook over allerlei andere soorten bloembollen, kijk dan op www.bulb.com. En moet je eens kijken naar het eindresultaat. Dit is toch echt een feestje.